Het gaat ook over spelers die er niet bij zijn. Wijnaldum is natuurlijk uitgebreid over gesproken. En ook over Quincy Promes werd deze week gesproken. Nadat jij een Instagram-post had geplaatst om hem te feliciteren met het winnen van de beker. Zijn winnende doelpunt in die Russische bekerfinale. En ja, dat maakte toch alweer het een en ander los. Was je daarvan bewust dat dat het gevolg zou zijn? Nou ja, ik ben helemaal met mijn hoofd bij de wedstrijd, hoor. Dat snap ik, maar ja. Kijk, Quincy en ik hebben een hele sterke band. En ik was gewoon heel erg trots dat hij daar die prijs heb gepakt. Dus ik had hem aan de telefoon. We hebben samen vreugde tranen gelaten. Omdat niemand natuurlijk echt weet wat er allemaal aan de hand is. Iedereen weet het, denken ze. Maar ik heb me daar gewoon uitgesproken. En misschien had ik hem alleen moeten feliciteren, weet ik niet. Maar ik ben ook gewoon een mens die zijn broer steunt in moeilijke tijden. En ik was heel erg blij dat hij daar een prijs heeft gepakt. En dat hij al die negativiteit zeg maar in positiviteit omzet. En door naar die volgende wedstrijden. Ja, ik ben daar zelf nu mee bezig, weet je. Wat ik zeg, ik was heel erg blij en trots voor hem. Omdat het gewoon een hele goede voetballer is. En een goed persoon, dat weet ik. En ik ken hem al jaren. En, dus daar wil ik het bij laten. Maar ik ben blij dat, dat we vandaag dit hebben kunnen laten zien. Weet je? Dat is gewoon belangrijk. Soms vinden mensen in Nederland mij irritant. Omdat ik vaak iets te zeggen heb of te vinden heb. Mij wordt er gevraagd in de media, oké, wat vind je van de keuze van Gini? Dan geef ik mijn mening. En dat betekent niet dat ik tegen de bondscoach inga, want daar heb ik veel te veel respect voor de bondscoach, maar ook voor Gini. Ik ben gewoon een mens allereerst. En daarna natuurlijk ben ik een voetballer met een voorbeeldfunctie. Alleen, soms hebben mensen daar moeite mee. En ik probeer het zo eerlijk mogelijk altijd te zeggen. Ik merk aan je dat er een paar dingen jou toch wel bezighouden. Hè? Want je zei het al eerder, mensen moeten eraan wennen dat ik zo hoog op die topscorerslijst sta. En nu maak je ook een andere opmerking. Maar realiseer je wel hoe ongelooflijk populair je bent? Je bent een van de allerpopulairste voetballers van Nederland, Memphis. Ja, misschien omdat ik niet in Nederland woon inderdaad, moet ik mijn ogen meer open doen. Toevallig heb